Het is vandaag nog 52 dagen tot kerst en we gaan lekker brokanten shoppen bij gezellige meuk. Kijk nou, wat leuk gedaan. Een kerstboom van kratjes en allemaal oude kerstballen. En hier staat een grote koets met cadeautjes. Gezellige Meuk is een supergrote winkel met allemaal brokanten en vintage en antiek. En ze zijn dus nu helemaal in kerstsferen. Wat gaan we zoeken? Een houten ladder. Een houten ladder. Kerststalletje. Kerststalletje. Wat was er nog meer? Een nutcracker. Ja? En waarschijnlijk nog wel meer. En alles wat er blijft plakken. Ja. Aan kerstspullen heb je echt geen gebrek. Allemaal oude leuke versieringen zoals mooie kerstballen in allerlei kleuren. Zilver, rood, geel, roze, paars. Je kunt het toch echt niet bedenken. Deze display vond ik echt heel erg mooi. Wat zo leuk is, is dat hier allemaal verschillende verkopers bij elkaar zitten. Die allemaal hun eigen spulletjes inkopen, eigen prijzen bepalen. Dus je moet ook echt goed zoeken, want soms vind je bij het ene stukje, zeg maar, iets wat veel beter geprijsd is dan ergens anders. Dit is ook echt zo leuk om te gebruiken in je kerstdecoratie. Oude schaatsen. Oude Philips kerstlampjes, gekleurde. Vintage kerstdecoraties. Oude kerstkaarten en kerstballen. Wat heb je nou weer gevonden? Zijn benen ook wijd. Wat is dit? Is een deurstopper? Een tochtstopper? Een deurstopper. Ja, heel apart. Van die oude koffers en hoedendozen vind ik ook echt super leuk voor onder de kerstboom. Deze vind ik prachtig. Maar ja, het prijsje is ook prachtig. €80. The reason for the season, die hangt er ook. Die oude trommels kan ook echt heel leuk zijn als decoratie onder een kerstboom. Of in de kerstboom. Het leuke van oude dingen is dat je er echt een sfeertje mee neer kan zetten die je niet met nieuwe dingen voor elkaar krijgt. Bij dit bijvoorbeeld, stel dat je een beetje Engelse kerstsfeer wil. Hoe leuk is dit dan om dan buiten neer te zetten? En dan doe je er gewoon wat kerstlampjes in, wat groen aan en een strik. En dan zet je het als decoratie neer. Het zijn er twee. €50 per stuk. Ja, ik zou het echt super leuk vinden. Hier hebben we een kerststalletje. Helemaal compleet. We zijn weer thuis en ik zal even laten zien wat we gekocht hebben. Niet veel hoor. Alleen dat ding. Het is echt zo groen overal in de tuin. Maar goed, dat ding dus. Het leek me leuk om hier een kerstboom in te doen. En dat te gebruiken hier op tafel. Op onze groene tafel die ik dit jaar al 2 keer schoongemaakt heb. Maar het is weer groen. En ik wil uiteindelijk meer van die dingen bij elkaar gaan zetten. Maar het is nogal een duur iets. En het andere zag je waarschijnlijk al liggen. Schapenvachtjes. 2 stuks. Lekker winters.